Verleidelijke stoeipoezen in videoclips en strings bij de HEMA voor meisjes van amper 10. En de best bekeken sites op internet zijn sekssites. Nou, zijn het nou allemaal normale uitingen van onze seksuele vrijheid of zijn we inmiddels doorgeschoten? Ik loop nu naar de HEMA. En hoewel mijn dochter er nog niet echt aan toe is, blijken ze bij de HEMA kinderstrings te hebben voor kinderen tussen de 10 en de 16 jaar. En ik wil eigenlijk wel eens weten waar die nou precies liggen. Ah, kijk. Ja, hier hangt er één. Ja, ik vind het nog wel verschil maken of het voor een meisje van 10 of een meisje van 16 is. Maar een string heeft natuurlijk toch best veel met erotiek te maken. En dat vind ik voor een kind van 10 wat minder op zijn plaats dan voor een meisje van een jaar of 16. Als ik zie van die tanga's die jij dan ziet bij dat grote warenhuis. Ja, ik denk, dat is alleen maar handig als je een broek aan doet, dat je niet zo lelijk randje ziet. Dus waarom zou je dat onmiddellijk met seksualiteit verbinden? Maar waar ligt voor jou de grens? Nou, kijk, ik had natuurlijk ook wel dat ik dacht, nou, bij TMF gaat het wel heel erg alsmaar blote borsten. Ja. En ook vaak mannen die altijd macho zijn en die vrouw die altijd die onderdanige positie heeft in de seksualiteit tenminste. Maar eigenlijk is, dat zou je niet geloven, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik wist dat ik in dit programma zou zitten. Afgelopen zaterdag met mij eigenlijk een knop omgegaan. Want toen keek ik naar RNN, ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat is een Rotterdamse zender, heeft overigens hele leuke programma's. Maar die zenden uit op zaterdagavond 22:30. Dan zijn er dus nog veel kinderen op, want dat mag in het weekend, hè. Een uurtje ondeugend. En daarin Kim Holland, overigens respecteer Kim Holland erg, maar die... Een pornoster is dat, hè? Voor dat is een pornoster, ja. Maar ik bedoel, ze is volwassen en ze moet weten wat ze doet. Dat vind ik allemaal prima. Maar die ging dus op bezoek, want die ging amateur pornofilmpjes maken. Nou, oké. Okay. Dan komt ze bij een meisje dat nog thuis woont. Dat meisje zegt, mijn vader vindt dit niet goed. Vervolgens komen er twee verslaggevers. Die nemen dat meisje helemaal op terwijl ze zich uitkleedt. En die twee zogenaamde verslaggevers gebruiken dat meisje seksueel. En terwijl dat meisje dus gebruikt wordt, hoor ik haar roepen... ik hoop wel dat ik nu beroemd word door dit filmpje. Ja. Nou, dan denk ik, sorry, maar nu zijn echt alle grenzen overgegaan. Het ouderlijk gezag, een programma maken die zich natuurlijk op een schandalige manier gedraagt... dat het maar zo wordt uitgezonden. Dat meisje weet helemaal niet wat er te wachten staat. Maar nou vind ik die grens, die ligt voor mij wel heel erg ver. We hadden jou gebeld omdat we eigenlijk een liberaal standpunt wilden. Want iemand zou naar alles moet kunnen. Ik ben ook liberaal. Ik wil, Kim Holland mag doen en laten wat ze wil wat mij betreft. Ja. Maar dat is wel een volwassene die haar eigen mening heeft gevormd. Maar jij zei toen wel, jullie zijn 3 jaar te laat. Want ik ben veranderd. Ja, dat is ook zo. Nou, kijk, ik heb 10 jaar geleden zelf een serie gemaakt, Seks de Stand van Zaken. Ik zie jou nog in zo'n latexpakje de paskamer, het paskamertje uitkomen. Het grappige is dat ik nooit in een latexpakje heb gestaan. Maar oké, dat is blijkbaar zo in de hoofden van de mensen vastgezet. Maar toen, dat 10 jaar geleden, was het heel anders. Toen was er niets over seksualiteit op tv. Niemand wist dat het een enorme industrie was die... geweldige omzet te maken. Mm. En toen vond ik als journalist dat je de aandacht aan moest besteden. We zijn nu met z'n allen veel te ver doorgeslagen natuurlijk.